Vandaag ben ik bij tehuis Oostduin van Florence. Er wordt wat met muziek gedaan, van Bach tot Beatles en vice versa. Met name muziek, hè, zeker bij dementerende bewoners, want we zijn een woonzorgcentrum, dus we hebben een verzorgingsafdelingen en verpleegafdelingen. En op de verpleegafdeling wonen inderdaad mensen met een vorm van dementie. En daar merk je inderdaad dat ze vaak in geheugen achteruit gaan, vaak in handelingen achteruit gaan. Maar dat muziek of zingen, hè, dus wat wij bijvoorbeeld ook heel vaak doen, is oud-Hollandse liedjes zingen. En dan zie je vaak dat zelfs nog de zwaardere dementerenden, zeg maar, nog gewoon mee kunnen zingen. We gaan allemaal gezellig Surinaamse liedjes zingen. Ala presi, come si da votri. Ala presi, pene vaca, come si da votri. Ala presi, come si da votri. Pene vaca, come si. Ik ben gevraagd om hier muziek te maken door Rafael, de accordeonist die hier vaker speelt. Maar die is door zijn rug gegaan, die heeft een hernia. Dus die ligt nu thuis. Hij kon zelfs niet meekomen om mij een beetje te assisteren. Hij is echt helemaal thuis met zijn hernia en ik speel vandaag voor hem. Alla presi, come si da botri. Alla presi, veme vaca, come si da botri. Klopt, ik ben Samantha Baumgart en ik ben de moeder van de 13 kinderen. En ja, mijn man is er ook. Twee van mijn kinderen gaan vandaag hier voor NL Doet. Gaan ze, één gaat viool spelen, de ander gaat zingen. En dat vinden wij heel erg belangrijk om mensen te zien genieten. Ja, ik ga een stukje viool spelen. Geen klassieke muziek, even wat anders. Ja, een beetje soul, iets van mezelf. En ik hoop dat de ouderen dat leuk vinden. En hoe oud is het? Nou, eigenlijk best wel jong. Ik denk 20 jaar of zo. Ongeveer. Okay, maar het zou dus kunnen dat mensen hier die een beetje hun geheugen aan het verliezen zijn, het opeens herkennen. Ja, dat zou best kunnen dat ze het kunnen herkennen. Ja, zeker. De coördinator vrijwilligers is mijn taak om vrijwilligers te werven, intakegesprekken te voeren en die een plek te geven binnen Oostduin voor verschillende functies in vrijwilligerswerk en die vrijwilligers daarin ook te begeleiden. Dat hangt weer samen met de activiteiten die wij voorbereiden en uitvoeren voor onze bewoners. Daar doe ik een deel van, de coördinatieactiviteiten. Bijvoorbeeld een aantal vrijwilligers doen activiteiten met bewoners. Ik zorg voor de randvoorwaarden en de vrijwilligers doen dan zelf bijvoorbeeld activiteiten. Omelo gaat hier zingen. Wat ga je zingen? Ik ga vandaag van Bruno Mars When I Was Your Man zingen voor deze ouderen. Denk je dat er nog bij iemand iets naar boven komt in, hey, dat is leuke muziek? Ik denk het wel, want dit is echt een ballad. En de mensen van deze tijd die hebben de ballads meegemaakt uit die tijd van vroeger. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. And hold your hand, should have given you all my hours. When I had the chance, and take you to every party, cause all you wanted was to all stand. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Als ik in een nieuwsbrief lees dat ze hulp nodig hebben, dan meld ik me eigenlijk altijd direct aan. En het kan voor van alles en nog wat zijn. Ze weten dat ik problemen heb met mijn benen, dus in principe niet duwen van karretjes en zo. Ik mocht van de zomer van Chris heel leuk het liftje buiten bedienen, dus dan hoef ik niks te doen. Alleen met Gerrit de liftboy te zingen. Maar het zijn verschillende dingen. Maar het gaat eigenlijk nu heel goed en misschien ga ik weer overwegen om één middag te komen werken. En NL doet vandaag met muziek. Ja. Leuk? Ja, geweldig. Ik ben gek op muziek.
Ik had eigenlijk met een van de krachten hier had ik iets willen gaan doen, een optreden. Maar dat bedacht ik me te laat. Want ik heb dat vroeger veel gedaan als kind, maar later ook in mijn studententijd. En gewoon een leuke sketch doen of iets, een duet zingen of zo. Oh, het is een prachtige lentedag, dus volgens mij iedereen heeft goede zin. Dus ik ga ook vrolijke liedjes zingen voor alle mensen. En hoop dat ze ze kennen en meezingen. Dus toen hebben we gedacht, hoe gaan we dat aanpakken? En zo zijn we van Bach tot Beatles gekomen om vrijwilligers uit te nodigen om muziek te komen maken voor onze bewoners. Omdat wij denken, weten uit ervaring dat bewoners het heel leuk vinden, muziek. Daar woont een mooie meid, zij heet Marina. Zij danst in het café de Cucaracha. Dus daarom elke avond even op. In Oost-Duin heb ik het over Oost-Duin. Daar hebben we het inderdaad over mensen die nog zelfstandig thuis wonen. Dus die wonen hier tijdelijk tot ze weer terug naar huis kunnen. En het gebeurt natuurlijk in de praktijk wel eens dat een heel enkele keer zo'n tijdelijke bewoner dan een vaste bewoner wordt. Omdat die ingreep toch zwaarder is gebleken dan dat ze hadden verwacht. Of omdat er toch geen sociaal netwerk om iemand is. En dan kan er besloten worden dat hij of zij hier kan blijven wonen.